wij hebben elkaar ontmoet bij een concert van Jeroen van der Boom, waar wij... we groot fan van zijn allebei. Daarom waren we daar. Ja. Maar ook omdat jij een duet met hem zong en ik ook. En dat klikte eigenlijk wel meteen. Dus toen was het van laten we eens een keer samen wat schrijven. Of in ieder geval een poging wagen. En nou, dat kwam 3/4 jaar later zo'n beetje tot stand. Ja, had ik, als ik in de IOS gezeten had, nog net zo, had ik dan ook met jou geschreven. Ja, als ik haar was tegengekomen in de IOS-tijd wel, denk ik. Want dat is een klik, dat voel je of niet. En dat was er. Als alles waar jij voor leeft, het zomaar ineens begeeft. Omdat je het niet meer weet. Wacht dan nog even. Komt er een vervolg? Nou, we hebben toen wij dat eerste nummer geschreven hadden, dat ging zo snel dat we eigenlijk dachten, we gaan gewoon een hele plaat maken. Maar dat wordt dan wel een... Als je ziet hoe lang het geduurd heeft voordat we voor het eerst bij elkaar zaten, wordt het denk ik, als we allebei in een rolstoel zitten met een stok lopen, dan kunnen we de bejaardentehuis af. Wie je als ultieme duetpartner? Ik heb laatst weer naar Bono geluisterd en toen dacht ik, jezus, wat is dat toch een onwijs lekkere stem. En als hij niet kan, dan moet ik gewoon Sting bellen of zo. Ja, dat is ook niet de minste. Nee, maar ja, dat vind ik echt gek. Ja. Jij? Ik zou wel eens met... Brandon O'Brien willen werken. En dat is een producer. Van onder andere Bruce Springsteen en Pearl Jam. En dat is wat ik helemaal te gek vind. Dus lijkt mij, als ik ooit met hem... Brandon, if you see this, give me a call, man. I want to make a record with you. Op 29 maart komt mijn tweede album Luister Maar uit. En nou ja, we zijn met de band druk bezig om daar een tour omheen te plannen. En dat is wel heel te gek, want nou ja, de tweede alweer eigenlijk, zou ik willen zeggen. En het is altijd een hele spannende tijd, maar wel te gek. Wat we te vaak vergeten. Alleen maar een man. Alleen maar een vrouw. Ik denk dat ik misschien wel mee zou willen doen aan het Songfestival. Maar Joost, weet ik niet of die daar warm voor zou lopen. Nee, Joost doet niet mee, jongens. Nou, als ik iemand zou moeten toevoegen aan de Hall of Fame, zou het zeker voor mij Bluff zijn als Nederlandse artiest. Ja, band. Jij? Oh, ik vind het zo moeilijk. Ramses Shaffi. Laten we nooit vergeten.